ja, we snappen tot op zekere hoogte wel de noodzaak tot verplaatsing. Wij vinden dat de alternatieven voor Schatteiland slecht zijn onderzocht. En de reden waarom wij Schatteiland een slechte locatie vinden is omdat het tegen een Natura 2000 gebied aan ligt. En dat is een van de zwaarst beschermde internationaal en nationaal beschermde gebieden. Om ervoor te zorgen dat bedreigde vogelsoorten de kans krijgen om zich te herstellen. Je weet per definitie dat een camping overlast gaat veroorzaken. Al is het nog maar zo weinig. En dat lijkt ons geen goed idee om het naar zo'n kwetsbaar natuurgebied te gaan installeren. Mevrouw Josias, u zei er is geen weg meer terug. Er is geen ruimte voor bijvoorbeeld het verplaatsen van de camping naar Almere Haven toe. Kunt u dat toelichten? De gemeenteraad heeft in eerder stadium een krediet vastgesteld waarin de locatie Schatteiland verder onderzocht wordt en de infrastructuur geregeld kan worden. Eerst moet de raad een besluit nemen. Maar de overeenkomst hier met de camping vorig jaar is opgesteld is zo. Of we gaan verplaatsen naar Schatteiland, daar heeft de gemeente een inspanningsverplichting. En anders wordt u uitgekocht. Want Schatteiland is voor de camping de enige haalbare optie. Verplaatsing naar haven, dat vinden wij een prachtige locatie voor een camping. Die zou daar heel mooi kunnen landen, het gebied ook echt versterken. En ik heb vanmiddag ook aan de eigenaar van de camping gevraagd wat haar bezwaren zijn van die locatie. En wat zijn die? Haar bezwaren zitten vooral in twee punten. Als zij daar naartoe zouden verhuizen, zouden ze weer jaren in een bouwput zitten. Omdat het hele gebied ontwikkeld gaat worden, kustzonnehaven. En ten tweede de blauwalg die aanwezig is.